Nou ja, ik heb, als je doelt op de uitspraak van Johan Derksen in het begin. Ik vond dat hij daar twee keer uit de bocht vloog. Eén door te zeggen alle Joden, hè, dat het de schuld van de Joden was. En daarmee niet het onderscheid maakt tussen de Israëlische regering. En ik vind zo'n barbaarse terreuraanval, dat is nooit je eigen schuld. Weet je, dan moet je gewoon terreur veroordelen. En er is best heel veel kritiek mogelijk op Israël. Hè, nederzettingen, politiek, misschien hoe ze omgaan met Gaza. Ik ben ook best bereid om die kritiek te leveren. Maar om dan te zeggen van ja, dat is dan een legitimatie of dat is dan de voedingsbodem voor zulke verschrikkelijke terreur. Ik vind dat je dat nooit mag zeggen. Dat was vooral de zin die hij gebruikte. En dat heeft hij later ook aangegeven. Ja, heeft hij later ook wel genuanceerd. Je zag dat die zin niet heel erg handig gebruikt was. Alleen wat je zegt, ook als je ziet hoe kinderen in Amsterdam, maar ook in andere steden, naar andere scholen moeten gaan. In Berlijn gaat het nog veel verder. We hebben bijvoorbeeld dit weekend de wedstrijd Utrecht-Ajax. Daar maken mensen zich ook zorgen over. Ook al vanwege die extra spanning die erop zit. Nu zeker met het conflict dat al helemaal mis is gegaan. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja, volgens mij moeten wij dus in onze toon, in onze woorden proberen om zo genuanceerd mogelijk te zijn. Niet groepen tegenover elkaar zetten, Joden tegenover moslims of op andere manieren. Tegelijkertijd, als mensen over de scheef gaan, dan moeten we daar duidelijk aangeven van daar ligt de grens. Dus ik vind een moet je dan ook zo'n wedstrijd onmiddellijk stilleggen en stoppen enzovoort als het misgaat? Nou ja, wel als er anti-Joodse of pro-Hamas spreekkoren zijn bijvoorbeeld. Kijk, ik vind een pro-Palestina demonstratie mag. Hè, dat is voor een vrij demonstratierecht. Je kunt nog zeggen van nou, is het de juiste timing? Is het smaakvol? Maar die vrijheid heb je om op te komen voor de Palestijnse zaak. Maar je hebt niet het recht om een pro-Hamas betoging te doen. Of een anti-Joodse betoging. En daar moeten we steeds heel scherp de grens leggen. Hetzelfde geldt op scholen nu. Hè. Er moet gewoon een goed gesprek ook tussen leerlingen en studenten plaatsvinden over wat gebeurt daar nu. Wat is de geschiedenis daarvan, die heel veel mensen niet kennen. Maar als dat toe leidt dat Joodse kinderen worden geïntimideerd en bespuugd en dat soort dingen. Ja, dan moet een leerkracht natuurlijk meteen. Precies waar jouw boek over gaat natuurlijk eigenlijk. Met alles wat we hier bespreken. Zoals het nu escaleert. Nou ja, ik weet niet of het allemaal daar zegt, letterlijk over gaat. Het gaat over, je bent voor die of je bent voor die. Nou ja, de hele polarisering waar we natuurlijk al jarenlang in zitten. De verharding en het, ja, daar zitten we al jaren in. Mm. En daar is die Bijbel natuurlijk het antigif voor. Daar, die verhalen gaan juist daarover. Maar ik kan me volledig vinden in alles wat de gesprekspartner hier zegt. Ruben, ja, inderdaad. En Bernard, kun jij iets van hoop vinden? Want ik bedoel, het grijpt jou enorm aan. Dat merk ik ook persoonlijk. Ja, tuurlijk. Hoe zie jij het dan? Nou, ik probeerde, had ik net alleen dat stelde die vraag buiten de uitzending ook hoe het mij nou aangrijpt. Natuurlijk grijpt het mij aan, want het is een persoonlijke aanval ook. Als mensen roepen dat het door de Joden komt, nou, dan voel ik me niet lekker. Als kind van twee enige overlevende uit de Holocaust. Dus dat geeft een tik. Aan de andere kant, ik ben journalist en ik vind dat wij, onze taak is waarheidsvinding. Dus in deze kwestie ben ik zal maar zeggen, altijd zo objectief mogelijk. Ik heb ook zelden of nooit dat ik erop word aangesproken. En om maar iets te noemen, de twee-staten-oplossing, waarvan mensen nu, die eisen ze en dat moet nu gebeuren, en dat doen ze net of ze met iets nieuws komen. Maar in alle resoluties van de Veiligheidsraad vanaf 1967, resolutie 242, 338, dat is een hele reeks geweest, ook onderschreven door Israël, daar is het uitgangspunt een twee-staten-oplossing. Mm. Het is de politiek van de wereld. Het is de politiek van de Europese Unie. Het ligt al jaren vast, er is niks nieuws aan. Dus om nu net te doen, dat je net alsof je een soort van deus ex machina vindt door te roepen. Oh, maar jij zegt niet dat het aan de Israëli's heeft gelegen dat het niet gelukt is. Dat ligt al. Oh, jawel. Oh, ongetwijfeld. Ja, ook. Maar kijk, zeg maar een simpel dingetje. Ik noem twee feitjes om te denken. Gaza en de Westelijke Jordaanhoever zijn officieel één land. Palestina, dat moet één land zijn. Als je nu ook aan wat progressievere en wat liberalere Israëliërs vraagt, hoe moeten we daar nou uitkomen, dan is hun tegenvraag ook, wij willen graag onderhandelen met de Palestijnen, maar met welke Palestijnen wil je dat we praten? En met welk deel van het land? Want ze zijn vijanden van elkaar. Ja. Dus hoe wou je dat moeten doen? Hè? Ja. Dat is één ding. Nou, een ander ding, dat heb ik ook in geloof ik in de krant ook geschreven, is het ontzettende gebrek aan historische kennis. Toen die Zesdaagse Oorlog afliep in de laatste dagen, heeft de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Abba Eban, in de Veiligheidsraad een betoog gehouden. En die zei, nou, we hebben nou die gebieden bezet en we hebben drie eisen. Namelijk dat de grens van Israël wordt erkend, dat het land Israël wordt erkend en dat Israël in vrede wordt gelaten.
En als dat gebeurt, dan kunnen we dealen. Dus hij was op dat moment... Het officiële Israëlische beleid was land for peace, land voor vrede. Als zij komen, krijgen ze terug. Dus het was toen nog helemaal niet de bedoeling om die gebieden bezet te houden. Vlak daarop, dit speelde in juni, op 29 augustus 1967... kwam de Arabische Liga bij elkaar in Soedan. En daar is een hele beroemde resolutie van de Arabische Liga uitgekomen. En die heette die is bekend geworden als de drie nee's van Khartoum. Geen erkenning, geen vrede, geen veilige grenzen. Dus die zeiden, daar valt met ons helemaal niet eens over te praten. En dat maakte het lastiger als je zo'n vrij lastig, ja. bezet hebt. En daarna is het van kwaad tot erger geworden. Maar als ze toen niks hadden gezegd, de Arabische wereld, dan was het heel anders gelopen. En toen Egypte in 1978 vrede sloot met Israël en de Sinai dus terugkreeg, want ze hebben zich toen aan hun woord gehouden, waar overigens Gaza bij hoorde, maar dat wilden de Egyptenaren niet meer hebben. Ook apart. Maar toen werd Egypte uit de Arabische Liga geflikkerd.